Ik verbreek alle regels in de supermarkt. Esmee en ik geven elkaar de meest ongemakkelijke regels om te verbreken in de supermarkt. Om de beurt mogen wij elkaar aan het werk zetten en bekijken via de verborgen camera's. Maar wie durft de meeste opdrachten uit te voeren en wint deze challenge? En dit is de locatie die jullie hebben gekozen waar wij dus regels moeten gaan verbreken. De supermarkt. Oh. Ben je er klaar voor? Ja, nou, ik ben wel echt een beetje heel zenuwachtig, maar ik weet zeker dat ik dit ga winnen. Het hangt hier vol met verborgen camera's en we gaan dus ieder twee rondes spelen waar we elkaar opdrachten mogen geven. En wie de meeste regels verbreekt, die wint. En dat ben ik. Nee, dat word ik. Jij bent de gast, dus jij mag als allereerst. Nee. Oh. Ik ga naar mijn bewakingsrok, wat vol hangt met camerabeelden. Succes! Oké, nou, ik ga. En dit is de kamer waar ik al het overzicht heb over de supermarkt. Maar voordat ik ga beginnen, iets heel belangrijks. Rutger en ik organiseren in april een fandag waar we zoveel mogelijk van jullie kunnen gaan ontmoeten. En wil je er nou bij zijn, zorg dan eventjes dat je een duimpje omhoog doet. Laten we voor de like goal gaan van 14.000 duimpjes. Het volgende wat je mag doen is eventjes op die abonneerbutton drukken en natuurlijk het belletje. En als allerlaatste, laat even weten hier beneden in de reacties hoeveel jaar kijk jij al naar mijn video's. Laat het even weten, ik ben heel benieuwd. Hier komt je allereerste opdracht. Pak iets lekkers uit het schap en ga zingend de verpakking voorlezen. Oké, ik ga dat doen. Maar wel luid, hè, zodat iedereen het een beetje hoort, zeg maar. Ja, dat ga ik doen. Tada. Roomboter, boterkoek te gebruiken tot en met 9,39 euro. Oh, ze begint ook gelijk. Ingrediënten, roomboter en invert suikerschroom. Roomboter, ik eet vegetarisch. Vegetarisch eten is zo lekker. Ja, la 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 la. Esmee, ik had niet verwacht dat je zo snel zou beginnen aan de eerste opdracht. Deze is geslaagd. Yeah. Dit was nog makkelijk. Ik ga het nu iets moeilijker maken. Het is tijd voor de volgende opdracht. En als er zo meteen iemand aankomt lopen en die doet een product in zo'n karretje, dan wil ik dat jij het product heel erg afraadt. Dat is zo gemeen. Mag ik iets zeggen? Ik zou deze dus echt niet aanraden. Ik heb daar laatst zo'n erge diarree van gehad. Ja, echt niet. Ja, maar echt. Het ging door mijn broekspijpen heen. Ja, ja, ik zou het echt niet doen. Nou, ik ben er heel ziek van geworden. En dat gun ik u natuurlijk niet. Ik zou even kijken voor wat anders. Ja, goeie. Ja, graag gedaan, tuurlijk. Oh, dit ging zo goed. Ik ging me ook echt bedanken. Deze opdracht is ook geslaagd, dus weer een vinkje. Ja. We gaan het nu veel moeilijker maken, want ik heb hier om de hoek voor jou een soort, ja, hoe noem je het, een bench klaarstaan. Wil je die even erbij pakken? Laat hem even goed zien aan de camera. Ja. Jij bent jouw rat kwijt. Ik wil dat je minstens 2 of 3 mensen aanspreekt om te vragen of ze misschien jouw rat hebben gezien die je net hier bent kwijtgeraakt. Hoe heet je rat? Mijn rat heet Debbie. Ik wil wel een beetje meer stress zien. Nee, ik ben het wel echt, ik weet het echt niet. Meneer, ik ben mijn rat kwijt. Heeft u hem gezien? Wat is het? Ik had hem bij mijn rat. Nee, ik ben hem echt kwijt. Ja, ik ben echt helemaal in paniek. Ik had hem mee naar de winkel en hij is weg. Maar er komt nog iemand aan. Ja, ik ben mijn rat kwijt. Vraag of ze Debbie willen roepen. Mijn rat die heet Debbie, maar kunnen jullie 1 keer helpen met roepen? Debbie? 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 Ja, ik ben het echt, ik ben helemaal... Ja, ze bijt ook soms. Oh, doe alsof je dit ziet, ergens boven in het schap. Of bij, dicht bij die man. Je ziet dicht bij die man de rat. Volgens mij... Wacht even. Nee, hij kruipt achter de benen van die man. Oh, hier, achter u. Oh, 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 oh. Hij zit bij die andere man. Hij zit bij hier, hieronder. Oh, wacht. Wilt u een beetje aan de kant? Er zit een rat. Daar gaf hij hem wel pakken. Oh, wilt u hem pakken? Daar zit ze, zei Debbie. Oh, dan is ze weer weggerend. Kijk wel daar. Dank u wel. Dit is oprecht het grappigste wat ik ooit gezien heb. Oh, jij bent echt veel te goed hierin. Ja. Het gaat nog iets moeilijker worden, want voor de volgende opdracht mag jij iets gaan jatten uit iemands karretje of landje. Succes. Nu. De laatste opdracht voor deze ronde. Ik wil dat je iemand over je heen laat springen. Het maakt niet uit hoe. Doe maar gewoon. En spring. Kunt u zo over me heen springen? Zo 1 keertje? Echt niet?
Wilt u dat nu één keertje doen? Die man wil het niet doen. Nee, ja, er is mijn opdracht niet geslaagd. Ik denk dat het tijd is om de rollen te gaan wisselen. Jij mag hierboven gaan zitten en ik ga de opdrachten uitvoeren. Lieve Thomas, ben jij klaar voor opdracht nummer 1? Nee, echt helemaal niet. Maar laat maar komen. Ja, ik dacht, laat ik gewoon een beetje mild beginnen. Ik wil dat jij uit iemands karretje of mandje een product pakt en daaraan likt. Gadver! Oh nee, dat kan mijn smetvrees echt niet aan. Terwijl die vrouw kijkt, kijk er in de ogen aan. Kom op. Vrouw, mag ik heel even kijken welke dit is? Die is niet lekker. Nee, ik zou hem terugbrengen. Nee, het is echt heel goor. Hey, ben jij klaar voor de volgende opdracht? Ja, kom maar op. Ja? Ik ben helemaal klaar voor nu. Ik wil dat jij je karretje verwisselt met die van iemand anders. En daar gewoon lekker verder mee boodschappen gaat doen. Hé, hey, heel veel succes. Dat is goed. Mevrouw, mag ik wat vragen? Gaat uw karretje ook zo stroef? Mag ik even voelen of deze dat ook heeft? Deze gaat wel echt beter. Ja, deze. En toen stond ik hier ineens met Rutger. Yes, pak je agenda er gelijk eventjes bij. Want op 21 april organiseren wij onze eigen fandag. Na onze lancering van het pretpark in Pacoland kregen we zoveel leuke reacties dat iedereen vroeg, kunnen jullie dit niet nog een keer doen in het groot voor iedereen? Op 21 april staat Duinrel volledig in het teken van ons. Je kan vanaf nu tickets kopen voor onze fandag en dan krijg je natuurlijk toegang tot de attracties in het park. En je kan gratis een tijdslot reserveren voor ons Q&A podiummoment waar je al je vragen kan stellen en ons kan zien. En wat ook fantastisch is, is dat er een Pacoland speurtocht door heel het park is en op die manier komt ons boek Het Pretpark daar echt tot leven. En natuurlijk is er een Paco shop waar je al onze producten kan scoren. Bestel dus nu je tickets door naar rutgerthomaspaco.nl te gaan of check gewoon eventjes hier beneden in de beschrijving de link, maar hij staat ook bovenaan vast in de reacties. En dan gaan we nu verder met deze ongemakkelijke challenge. Heel veel succes! Thomas, ben je klaar voor opdracht nummer 3? Ja, kom maar op. Ik wil dat jij met iemand in de winkel van jas wisselt. Hé, hey, heel veel succes. Nee, even nee, ik zeg nu al, dat is het enige wat ik niet doe. Dat kan ik niet aan. Nee, jij gaat sowieso, de tweede ronde ga jij sowieso allemaal niet uitvoeren. Ik sta deze over, kom maar met nummer 4. Oké. Nou ja, dat is voor mij alleen maar top, sta ik voor. Ik wil, maar wel zodra er een beetje mensen om je heen zijn, dat jij een optreden geeft. En dat minimaal één iemand met je meedoet. Oh, stop. Ja, jij zit al heel veel met... Ja. Zijn jullie er klaar voor? Leef, alsof het je laatste dag is. Leef. Ja, ik zie iemand met... Maar ze moeten alsof mee zingen. Alsof Kom maar mevrouw. Kom maar mee zingen. Kom maar naast mij gezellig. Wat is de tekst? Pak alles wat je... Ja! Ja, la. Hey, schatje, jij hebt mij verbaasd. Ik moet echt heel erg eerlijk zijn. Ben je klaar voor opdracht nummer 5? Want die is best wel heftig. Ja. Ik weet niet of... deze ga ik uitvoeren. Ja, ik zou niet weten of ik het zelf zou durven. Ik wil dat jij uit iemands mandje of karretje een product pakt en daar een hap of een slok van neemt. Ja, ik heb wel honger, dus ja, ik denk dat het heel goed uitkomt. Dat komt goed uit. Nou, pak lekker wat te eten. Ik ga dit doen. Karretje. En je mag diegene, die mag het best wel zien. Ga, pak iets. En ze moet zien dat je het eet. En die zegt, wat lekker. Maak het open. Ja. Laat zien dat je het net uit het karretje hebt gepakt. Hang er een beetje boven. Ja. Ze zijn wel echt lekker. Oh, geef ze ook even eentje. Wilt u er een? Ja. Maar mevrouw betaalt. Zeg, mevrouw betaalt. Mevrouw... Deze mevrouw betaalt. Die mevrouw betaalt. Komt uit haar kracht. Oh, wacht, dit is mijn eigen mandje. Oh! Opnieuw! Oké, die opdracht is dus niet geslaagd, denk ik. Nee, maar ik vind het eigenlijk... Maar wilt u er een? Ja, een fijne dag. En we zijn nu op de helft van de challenge. Ja, en ik ga dus winnen.
En we zijn nu medewerkers. Ja, oh, heel leuk vind ik dit. Heb ik altijd al een keer willen doen? Ik ook. Ik heb nooit in de supermarkt gewerkt. Oh. Dit is de eerste keer. Ja, nou ja, ik ben heel benieuwd hoe je het gaat doen. Ik ga waarschijnlijk weggestuurd worden, maar jij gaat eerst. Je krijgt nog 5 opdrachten van mij. En ik hoop dat je ze niet allemaal gaat uitvoeren. Nou, ik kan je vast daarmee dan teleurstellen, want dit gaat mij lukken. Oh jee, daar gaan we. Succes! Dankjewel! Ik wil dat je naar iemand toe loopt en doet alsof je diegene heel goed kent. En laatst nog hebt gesproken en mee hebt gechilled. Het maakt allemaal niet uit. Maar die persoon kent jou natuurlijk niet. Dus ik zou zeggen, succes. Hey, Hans. Wat grappig u weer te zien. Bekende. Ja, wat leuk. Gaat alles goed? Ja hoor. Wacht, hij doet mee. Alles lukt bij haar. Wat goed, gaat alles goed? Ja, tuurlijk. Als ik hem zie, wel. Ja, oh, dat vind ik goed te horen. Vond u toen ook altijd leuk om mij te zien, hè? Jij was altijd een feestje, hè? Die lach was zo nep, Esmee. Zelf doe ik niet aan werk, hè? Ik zet ze aan het werk. Zeg maar dat je even moet gaan poepen, dat je weg moet. Dus. Ik moet zo nodig poepen. Ik ga even snel naar de wc. Ja, ja. Hé, hey, was leuk, hè? Esmee, je hebt zojuist een kussen onder je shirt gekregen en een schort om. En, dit is mijn kind, Thomas, dit is mijn kind. Ja, precies. Jij gaat zo meteen doen alsof je gaat bevallen. En het wordt echt drama. Maar je weet dat ik hier helemaal voor ga, hè? Ja, dat weet ik. En ik kijk hier enorm naar uit. Dus succes. Oké, okay, je vliezen breken. Mijn vliezen breken, denk ik. Oh, wat erg. Je gaat er echt vol voor. Ja, zeg dat je het hoofdje denkt te voelen. Ik voel het hoofdje. Begin te puffen. Je gaat nu even puffen. Het komt. Tegen mijn collega's dat ze Sjaak moeten bellen. Ze moeten Sjaak bellen. Oh, de mensen hier doen ook mee van het personeel. Oh, het wordt heel druk. Oh, ik ga van 3 tot 0 tellen. En bij 0 krijg je een hele harde W. 3, 2, 1, 0. Zeg maar, jongens, sorry, het is denk ik toch een drol die dwars zat. Oh nee, oké, jongens, het was het. We zitten in een tv-programma met z'n allen. Oh, wat erg. Deze grap is helemaal uit de hand gelopen, jongens. Esmee, je hebt dit zo goed gedaan en gelukkig zijn alle mensen gerustgesteld. Dat je van mij 2 punten hiervoor krijgt. Dus je hoeft eigenlijk nog maar 2 opdrachten uit te voeren, want ik heb heel veel respect voor je. Nou, dat vind ik super lief. Dankjewel. Maar dat wil niet zeggen dat de opdracht die je nu gaat uitvoeren niet heel erg is. Want je moet ergens in het vak iets lekkers pakken. Je moet dat gaan eten en je moet dat aanraden aan iemand die langsloopt. Meneer, dit lijkt dus zo lekker te zijn. Ja, zeker. Ja, appelmoes. Want die is zo... Wilt u proeven? Ze doet ook gewoon alles wat ik zeg. Dit is helemaal niet eerlijk meer. Wilt u er niet eentje? Met kip. Oh, met kip is lekker, ja. Ja, ik ga er altijd heel goed van poepen. 50% korting. Ja. Omdat ik met mijn vinger erin heb gezeten. Ja, kijk eens. Hey, alsjeblieft, hè. Nou, het is ongelooflijk. Je hebt weer een punt verdiend. Yes. Je hoeft nog maar 1 opdracht uit te voeren. En ik denk dat ik nu al spijt heb dat ik net 2 punten heb gegeven. Als je deze opdracht uitvoert, dan heb jij dus eigenlijk al gewonnen. En de opdracht is als volgt. Vraag iemand op date. Nee, Thomas. Nee, dit kan je mij niet aandoen. Nee, ik ga dit niet doen, sorry. Yes! Dit is echt mijn grens. Oeh, dan heb ik nog een kans om te winnen. Laten we gaan wisselen. Oké, okay, de opdracht is, pak met je mond een product uit de schappen en laat het ook met je mond in iemands karretje of mandje vallen. Hé, hey, succes hè. Hier, die vrouw hier, links van je. Ja. Ja, nou, kijk eens, voor u. Ik vind het echt een aanrader voor u. Ja, die zijn echt heerlijk. Zijn nu aan de aanbieding? Moet u er nog één? Wat zijn dat? Het zijn broodjes voor de hamburgers. Ik mag vandaag mijn handen niet gebruiken, dus ik haal het er weer even uit. Oh, ik pas er niet tussen. Ja, laat even dat karretje. Ik pas er weer op. Oh, hij moet daar liggen, ja. Zeg maar, nee, pak hem maar. Pak hem toch even uit. Wacht, ik pak hem al even aan. Ik pak hem ja, zeg maar, ja. Oh, hij valt, ja. Ja, hier. Hij is toch geslaagd? Ja, oké, je hebt een punt. Yes! Hé, hey, ik wil heel graag dat jij in iemands winkelkarretje gaat zitten. Dit heb ik altijd willen doen. Ja, ik ga dat doen. Oh, meneer, mag ik even naar uw bakje kijken? Ja? Volgens mij zit er net eentje die kapot. Wij testen ze hier altijd eventjes. Ja? Even kijken, dan gaan we altijd zo. Oeh, nee, deze zak door.
Deze zak door. Ja? Dit is niet handig om te gebruiken. Nee. Zullen we even een andere halen? Even, ja, misschien beter een karretje. Even beter een karretje. Thomas, je hebt het echt heel erg goed gedaan. Ja, ik zeg het heel trots, maar eigenlijk ben ik het niet, want ik wil winnen. Ik wil dat jij minimaal 3 keer één hetzelfde persoon op de schouder tikt. Ja, die vrouw, ga even op door, want ze staat perfect in beeld. Je mag het ook gewoon aantikken zoals ik merkte. Kan ik u ergens mee helpen? Nee hoor, jongen. Wat heeft u een leuke jas? Kan je hem weer aantikken? Nou, ik kan daar nooit iets vinden, maar u heeft wel een geweldige jas. Het is echt heel mooi, mooie kwaliteit ook. Ja, is hij warm? Oh ja, hij is heel warm. Ja. Vraag even of je hem 1 keer aan mag. Zou ik hem anders even mogen passen? Dat is gek, hè, om te vragen. Ja, mag ik hem even aan? Ik zoek al heel lang zo'n jas. Oh, wauw! Lief! Ach, bedankt! Thomas, luister naar mij. Nu wegrennen. Ren weg! Ren weg! Hij is echt heel mooi. Nou, ik geef hem gewoon weer even terug. Hé, hey, Thomas, je moet je worst opwarmen. Ik ga even mijn worst opwarmen. Ja, en ik ga kijken of ik nog wat geld uitgeef. Nou, doe dat. Hé, hey, fijne dag mevrouw. Leuk om even gesproken te hebben. Dankjewel, ik ga deze jas zoeken. Woehoe, heel goed. Ja, je krijgt van mij een punt. Ik wil dat jij iemand gaat helpen en tussendoor in het gesprek dierengeluiden gaat maken. Hé, hey, succes! Kan ik u ergens mee helpen, mevrouw? Nee hoor. Nee, oké. Okay. Als u iets zoekt... Als u vraag heeft, hoor ik het graag. Ik help heel graag alle mensen. Oeh! Ja. Je trekt je aandacht. Gaat ze als een koe? Gaat ze als een koe zitten? Op de grond. Boe! Boe! Ik zie haar. Hallo. Ja. Ga op je knieën. Doe paard naar. Loop mee. Ik vind dat je dit echt wel heel goed hebt gedaan. Nou, Thomas, je krijgt van mij een punt. Yeah! Thomas, opdracht nummer 5. Ben je er klaar voor? Ja. Ik wil. Ja, dit is echt een beetje om jou terug te pakken. Ik moest net bevallen. Nu wil ik dat jij de allerergste diarreeaanval ooit krijgt. Maar echt spuitpoep. Esmee, mijn reactie hierop is dat je eventjes naar beneden moet komen. Kom erbij. Schat, ik was heel hard aan het werk. Waarom moest ik komen? Het is bij die bevalling al zo heftig geweest. Ik ga dit niet doen. Ik... Dat heb ik gewonnen! Ja, jij hebt de meeste punten gescoord. Gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Vond je het leuk? Doe eventjes een duimpje omhoog voor deze video. Ik wil hier heel snel weg. Wil je meer van Esmee zien? Klik dan even door hier in het eindscherm. En ik wil Plus Verhoeven bedanken voor jullie gastvrijheid. Ja. En ik denk dat het goed is als we nu weggaan. Tot volgende week dinsdag.